weet niet wat ik op mijn hoofd heb. Het is fucking random. Ik weet niet waar het op slaat. Maar ik vind het wel cool. Eigenlijk niet, eigenlijk vind ik het echt idioot. Zoals jullie zien heb ik weer een goede haardag. Er is echt iets mis met mijn haar. Ik heb elke dag slechte haardag. Beter neem ik even vet. Oké, fuck this shit. Ik speel wel gewoon met een plukje haar. Kijk, het boeit me echt niet dat mijn haar fucked up is. Ik ga gewoon spelen. Let's go. Ik gebruik even een andere intro omdat ik speciaal wil doen. Mensen, vandaag spelen wij nog eens na een super lange tijd van niet gespeeld te hebben. H1Z1. Dit spel is fucking cool, als je het niet kent. Dan ken je het niet. Druk nu op het duimpje omhoog of klik op het duimpje omhoog. Ik heb het eigenlijk nog niet zoveel gespeeld op mijn kanaal, maar ik ben er wel pittig goed in. Maar dus ik heb er zin in, we gaan een beetje fucken met mensen, we gaan een beetje praten met mensen. We gaan proberen nieuwe vrienden te maken. Vind jij het leuk? Wil jij meer H1Z1? Smash dan zeker even duimpje omhoog. Ik ben Exit. En ik zou zeggen, wij gaan beginnen. Let's do this. Het uitzicht is weer prachtig zoals altijd. En wij gaan proberen een huisje te looten. En zo lekkere loot te hebben. Oké, ik heb mijn visie gezet op dit huisje. Er is waarschijnlijk iemand heel dicht bij me. Maar we gaan gewoon proberen zo snel mogelijk loot te verzamelen. Zo snel mogelijk al een beetje gearmd te worden. Zodat we die early gunfight kunnen winnen. Dus hopelijk kunnen we hier een beetje standaard shit vinden. Oké, en dit huis ligt recht. Holy shit. Heb ik heel goeie. Oké, zoals ik dus al wou zeggen. In dit huis ligt er geen fuck. Ik zie daar mensen lopen. Holy shit, ik zie daar mensen lopen. Dat is niet goed. Holy shit, ze schieten. Ze schieten. Oké, we moeten hier weg, boys. We moeten hier weg, zo snel mogelijk. Die mensen zijn nu aan het hunten op mij. We gaan hier gewoon een huisje in gaan. Holy shit, allemaal gunfights rond me, boys. Ik sluit mezelf gewoon op in het toilet. We gaan in bad en ik sluit mezelf op in het bad. Let's go. Als ik een knop induw op mijn muis, dan kan ik praten. En dan kunnen jullie zien door de indicator die dan in het scherm komt. Dat ga ik nu even tonen. Hello guys. Hello. Dan kan ik praten met de vijand. Er is iemand in ons huis. Ik hoor hem. Holy shit. We gaan het slimmer aanpakken. We beginnen opnieuw en we pakken het slimmer aan. Holy shit, iedereen is op deze dude aan het slaan met het regenboog t-shirt. Omdat iedereen zijn t-shirt wil. Holy shit. I want that shirt. Oké, we zitten ongeveer op dezelfde plek als daarnet. Maar nu gaan we het slimmer proberen. Wij gaan deze keer vrienden maken. Want dat is inderdaad de bedoeling van dit spel. Dus wij gaan een huisje looten. Ik zet mijn ogen op dit middelste huis. We gaan even snel naar dit huis lopen. En er is al iemand binnen. Er is hier al iemand. Holy shit, snel weg. Wij gaan in dit huisje. Ik zie een crossbow. Ik heb nog nooit met een crossbow gespeeld. Ik wist niet dat er crossbows in het spel zaten. Hier even een rugzakje. Oké, ons mannetje ziet er al cool uit. Ik moet iets beter hebben dan een kruisboog zonder fucking ammo. Hello guys. Oh shit! Come on, why did you kill me, man? Come on, man, this is not cool, man. Ik heb een tactiek deze keer. Ik ga nu de sneaky snitch spelen. En ik ga proberen te landen op het dak van een van deze grote gebouwen. Shit, boys, we zitten met een probleempje. Hoe de fuck kom ik van dit dak? Hey! Kom van de dak! We kunnen het proberen. Oké, het is gelukt. Want nu heb ik nog altijd geen ene fuck. Hopen dat er in dit huis of in dit kantoor iets ligt van wapens of zo. Er ligt niks in heel dit kantoor om het te verdedigen. Het enige dat ik kan doen is dit rode t-shirt aandoen. Voor de mensen die ook H1Z1 spelen. Ga nooit in het kantoor. Oké, alles is echt al geloot en ik heb gewoon niks. Ik heb geen loot, ik heb geen armor, ik heb niks. Best H1Z1 loot ever. Alles is weg. Alles, alle items zijn gone. Hello, is there someone out there? Hello, guys. Hello, okay, hear me, guys. Ik heb hier wel wat items gevonden die je kan aandoen. We hebben dus niet echt een wapen, we hebben een machete. Oké, ik heb een boog gevonden. En nu is het enige wat ik kan doen. Hopen dat ik iemand kan snipen met deze boog. Maar mijn zoektocht naar goede loot gaat niet over. Ik ga dit huis nog eens checken. En waarschijnlijk ligt er hier ook niks. Jongens, dit hadden we nodig. Dit hadden we nodig. Eindelijk. Einde fucking luck hebben we een nice geweer. Hier stopte het geluk ook meteen. Oh my god. Oh my god. Oh my god, de toxic gas. Nee. Oh. Oh. Waarom begint mijn telefoon en is een random nummer te bellen als ik in de toxic gas zit? We moeten first aid kits gebruiken.
We moeten first aid kits gebruiken. Ik kan hier niks aan doen. Hè. Kijk, ik zit gewoon fucking vast. En fucking niks. Alsjeblieft, kom me helpen. Kan ik een trickshot landen op dit spel? Waarschijnlijk niet, maar we proberen het toch. Het zijn gewoon de laatste seconden in deze fucking verdomde gaswereld. 3, 2, 1. We hebben geen ene fuck kunnen doen, maar ik heb het geprobeerd. Willen jullie meer Rage 1 zien, want op mijn kanaal, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, like! En ik ben Acid en ik zou zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smash dan zeker even die like. Maak je mijn dag helemaal mooi. Drop een commentje, deel deze video. Ik ben Acid en ik zou zeggen, jongens, ik zie jullie morgen met een nieuwe video op mijn kanaal. Adios, bitches.